We zijn in Guinea. Het is 13 augustus. En het is 2:30. Het is nog steeds 43 graden. We zijn midden in het regenseizoen. En, dit is een van de grotere wegen. Dus dan weet je een beetje waar we op fietsen. Nu is het nog goed te doen. Want het heeft vannacht maar een heel klein beetje geregend. Dus dat is helemaal prima. En we hebben net heerlijk geluncht onder een boom. En zijn we weer verder gegaan. En dan zie je deze ontzettend mooie uitzichten. Dat is wel heel erg genieten. Het zijn knalblauwe lucht met mooie wolken. Nou, daar komt een mannetje al aan. Die had een beetje aanlopende riem. Dus die heeft hij schoongemaakt in de rivier. Dat is wel het voordeel van het regenseizoen. We hebben overal lekker water en... onderweg doen we wel eens de was, dat we dan lekker wasje doen. Nou, mijn schatje rijdt me gewoon voorbij. Maar dat maakt niet uit. Ik ga hem nog eventjes volgen. En we hebben ons een beetje verkeken. Er is hier echt helemaal niks. Dus we eten nu 3 dagen oud brood. En we hadden gelukkig nog sardientjes gekocht en smack. Eigenlijk om weg te geven voor de mensen hier. Maar ja, nood breekt wetten. Dat zijn we nu gewoon zelf aan het eten. We zijn flink aan het stijgen. Dus per dag weer 600-700 meter stijgen. Maar dat maakt de fiets ook wel weer heel erg leuk. Nou, de mensen leven echt primitief in kleine hutjes. Dus we gaan nu weer kamperen. Onderweg hebben we ook wel... kijk, daar staat zo'n hutje. Als je het kan zien door de bosjes. En... het kamperen gaat tot nog toe hartstikke goed. En dat is, vinden we toch wel wat fijner dan bij mensen slapen. En als het niet anders kan, dan slapen wij de mensen thuis. En voordat we weggaan, geven we altijd iets lekkers. Dus vandaar dat we weer heerlijke tassen vol eten hebben. En dat kwam nu goed uit, want we eten er nu zelf van. Hey, ik ga mijn man weer eens volgen. Er komt de koe achterop. Dat is nog wel lekker. We eten hier soms wel van die zure karnemelk yoghurtachtig iets. Nou, en dat is wel weer erg genieten. Nou, we hebben al heel veel watervallen gezien. Dat kan ook niet anders met van die bergen en enorme hoeveelheden water. Dus we gaan nog een paar uurtjes rijden, tentje opzetten. En vanaf Guinea... na 15 maanden on the road weer heel veel liefs. Doeg!